Met de Buurtbus gaan de nieuwe gasten het land door op zoek naar meningen over onderwerpen die spelen binnen de maatschappij. Elke aflevering leggen ze één stelling voor. Binnen en buiten de Randstad. Om zo een eerlijker beeld te krijgen van wat de Nederlander vindt. Deze week stopt Moïse in Enschede en Bram in Den Haag. Het Koningshuis is bullshit. Ja. Leg uit. Ze zijn er eigenlijk alleen maar een beetje voor de leukigheid. En om een gezicht te creëren voor Nederland, maar ja, ze maken zelf eigenlijk vrij weinig keuzes, denk ik. Ja. Ik weet niet zoveel over het Koningshuis. Het Koningshuis is bullshit. Ik denk dat we er nog wel wat aan hebben en dat het nog wel een leuke traditie kan zijn. Ik vind het belachelijk dat een of andere Amalia al goed is voor een 8 ton per jaar. Gewoon aan. Aan wat? Wij financieren dat. En ik lig aan de gele honger. Wat betekent dat, gele honger? Ja, gewoon honger hebben. Ja. Dat ik elk dubbeltje moet omdraaien. Koningshuis oké, maar waarom moet het zo rijk zijn? Wat ik dan nu hoor dat we er weer geld bij krijgen, dan denk ik van, nou, dat vind ik gewoon bullshit. Dat vind ik gewoon zo'n onzin. Of je nou een president hebt of het Koningshuis, het kost altijd geld. Daar gaan we gewoon van uit. En het heeft toch een zekere status. En hebben we die status nodig dan? Ik denk het wel. Waarom? Omdat Nederland toch al niet zo groot is natuurlijk. Ik heb toevallig een Duitse vriendin. En in Duitsland leeft het heel erg, het Koningshuis. Dat vinden ze heel wat. Ik heb wel eens gewoon opzocht Koningshuis, wat Koningshuis daadwerkelijk doet. En ze doen eigenlijk niet zoveel. Je hebt dan Alexander die dan tekent. En die kinderen die dan een beetje zwijmen, maar voor de rest gebeurt er niet echt wat. Nee. Dus denk ik gewoon meer voor de leuk. Als instituut zelf vind ik het Koningshuis geen bullshit. Dat is gewoon een scheenvertoning. Hun die zitten bovenop die troon en die hebben niks te zeggen. De regering, die regeert. Ja, geld, moet je kijken hoeveel geld dat kost. Weet u hoeveel geld het is? Nee, maar dat wil ik ook nooit naar toe, maar vertel maar. Wilt u het echt weten? Ja. Het is voor het eerst meer dan 50 miljoen wat er naar het Koningshuis gaat. Ik zat een keer zo hoog, denk ik 100 miljoen, maar dat valt dus mee. Stelletje uitnemers. Ja, gewoon, ze zijn schat hemelrijk. Schat hemelrijk. Weet jij wat er van betaald wordt? Nou ja, ik denk de vakanties, maar misschien ook wel de beveiliging. Maar ja, ook een auto en dat moet dan misschien een beveiligd gepantserd voertuig zijn. Dus ja, het is natuurlijk, je hebt wel meer kosten omdat je dan de koning of de koningin bent. Ik heb vanochtend nog gelezen, privé krijgen ze per stuk Willem-Alexander en Maxima voor mij 1 miljoen of zo. Ja, dat is wel lekker om even te verdienen om dan een beetje naar China bijvoorbeeld te gaan. Ja. Maar ja, het maakt eigenlijk ook niet heel veel uit wat de normale burger ervan vindt. Nee? Want ja. Dan moet je met 16 miljoen gaan zeggen van of 17 miljoen van, ja, dat vinden we niet leuk. Maar daar kan je ook niet zoveel aan veranderen, denk ik, als je dat als enige gaat doen bijvoorbeeld. Ja, dit kost een enorm hoop geld en ja, goed, maar wat krijg je als ze geen koning en geen koningin meer zijn? Kennen gewoon de traditie, dat moet gewoon blijven, dus ik ben gewoon van de oude stempel. Ze moet oprotten, ja, moet vallen gewoon, klaar. Wij zijn het volk. Dat? Nee, ik zit in een diep interview met, waar zijn jullie van? Van Nieuwe Gasten. Nieuwe Gasten. Voor YouTube. Van YouTube. Ja, ze hebben me overgehaald. Laat in de reacties even weten wat jij van deze stelling vindt. Volgende aflevering zijn we ergens anders en ook weer met een andere stelling.